Hallo allemaal en goedemorgen. Het is zondagochtend. Belachelijk vroeg en koud. Heel erg koud. Mijn naam is Vidioot en ik ben een echte fanboy. Ik ben een diehard fan van deze mevrouw. Burgemeester Femke Halsema. De allerbeste en allerleukste burgemeester in de hele wijde wereld. Ik ben naar kijken, mensen. Ik ben terug van weg geweest. Ik ben nog een beetje aan het kwakkelen met mijn stembanden. Door die vreselijke storm. En dit weekend was het weer storm. En het is nu vanaf gisterenmiddag non-stop aan het regenen. En daar zat ik in. Dus ik voel mij waardeloos. Ik kwam dit een paar dagen geleden tegen. Toekomstbeeld Amsterdam, temperatuur van 42 graden. En meer overstromingen. Dit is van Bart van Zoelen en dit is het Parool. En hier staat, Amsterdam moet zich opmaken voor nog hetere en drogere zomers. Met tegen het einde van deze eeuw een verdubbeling van het aantal zomerse dagen en 10 keer zoveel hoosbuien. Oh, 42 graden. Mevrouw de burgemeester, dat trek ik niet. Het is nu al zo erg van de zomer. Bij ons in huis krijgen we de hitte er niet uit, mevrouw de burgemeester. Dus ieder jaar, vanaf juni zo'n beetje, begint het ondraaglijk te worden. En in de maanden juli en augustus is het gewoon 30 plus in huis. Het maakt niet uit hoeveel ramen je openzet. Of dat je een ventilator aandoet. Het blijft gewoon zo warm. Ja, dus ik ben de hele zomer gewoon misselijk. En dat is echt nou, ik ga zeggen de laatste 4, 5 jaar al gaande. Dus ja, dat trek ik niet. Dit trek ik helemaal niet. Ik moet er niet aan denken. Maar goed, het einde van de eeuw, dan ben ik natuurlijk overleden. Vooral in de stad en hitte-eiland dat warmte vasthoudt en de gevolgen van klimaatverandering zich voelen. Afgelopen zomer konden veel Amsterdammers de slaap al niet vatten tijdens de heetste week ooit in de stad. Die week kan ik me herinneren. Oh, ik ben zo ziek geweest. De zomer van 2018 was zelfs de warmste ooit gemeten. Dit is allemaal fantastisch nieuws, mevrouw de burgemeester. Het weer wordt onze vijand. Dat zien we nu ook met die stormen. Honderden miljoenen euro schade. Kijk eens even. Verdere opwarming van de aarde maakt het nog onaangenamer. Dat blijkt uit de strategie klimaatadaptatie. Die wethouder Laurens Evans naar de gemeenteraad heeft gestuurd. Deze regio telt nu elk jaar zo'n 20 zomerse dagen. Waarop de temperatuur oploopt tot boven de 25 graden. In 2085 kunnen dat er wel 40 worden. Ik bedoel, begrijp me niet verkeerd, mevrouw de burgemeester. Ik vind het hartstikke leuk natuurlijk van die zomer. Lekker wandelen. Lekker naar buiten. Goed weer. In mijn korte broek. Maar dit is niet goed. Tijdens de hittegolf vorig jaar hebben de stadsonderzoekers van AMS Instituut temperatuur van boven de 38 graden gemeten. Uit stresstests blijkt dat in 2050 het kwik kan oplopen tot 42 graden en tot ruim 43 graden in 2085. Ja, dat geloof ik dus niet. Want als wij naar 42 graden gaan in 2050 en je telt daar 35 jaar bij op, dan ga je niet 1 graad omhoog, dat zal veel meer zijn. Dat is niet te doen, mensen. Dat is echt niet te doen. Er gaan heel veel bejaarden overlijden. Haal ik 2050? Het is nu 2020, nog 30 jaar. God, ik hoop het. Ik zal eerlijk met u zijn, mevrouw de burgemeester. U wel, u ziet er heel goed uit. Maar ik denk niet dat ik dat red. Ik wil geen 85 jaar oud worden.
Dat heeft effect op de gezondheid. Hittestress zorgt voor minder productiviteit op het werk en minder concentratie op school, maar ook voor meer beroertes, agressie, nierfalen en ademhalingsproblemen. Het is echt alleen maar optimistisch. Dit is te gek. Terugkijkend is de stad al duidelijk warmer geworden. Tussen 1980 en 2000 kende Amsterdam 7 hittegolven. Van in totaal 62 dagen. Tussen 2000 en 2020 waren er 12 hittegolven. Van 107 dagen. Nou goed, en dan overstromingsrisico's. Droogte, heve neerslag en overstromingsrisico's zijn de gevolgen van klimaatverandering. En met droogte gaan onze parken naar de pleuris. Die parken die zitten trouwens helemaal bom en bom en bom vol. Ik probeer de stad zoveel mogelijk uit te vluchten. Richting Spaarnwoude en zo, weet je wel. Dat is in de buurt van Halfweg. Daar is het niet zo druk. En soms morgens vroeg is het Amsterdamse Bos wel goed te doen. Dan is het daar ook niet zo druk. Maar de parken van de zomer, die vermijd ik. Die zitten bomvol. Op andere momenten leidt klimaatverandering tot wateroverlast. De overstromingsrisico's nemen toe. En dan staat hier, nu al komen die hoosbuien, zoals we nu hebben, vanaf zeg maar gistermiddag. Nu al komen die 2 tot 5 keer vaker voor dan in de jaren 50. Tot 2050 volgt nog eens een vervijfvoudiging. Om rond het jaar 2085 zelfs uit te lopen op een vertienvoudiging ten opzichte van het huidige aantal stortregens. Ik had aan het einde van het jaar, van het begin van het jaar, had ik zo'n video gedaan, zoals we ook doen bij de NOS, weet je wel. Het jaar 2019 in review. En daarin had ik gezegd dat het grootste probleem wat de wereld kent, het grootste probleem wat Nederland kent, dat is klimaatsverandering. Global climate change. En dat was trouwens ook ons grootste probleem in 2018. En dat is ook ons grootste probleem in 2020. Nou hebben we wel wat plannen, want hij, die Evans, ik mag hem wel. Ik vind hem een sympathiek vent. Niets doen is geen optie. Ja. Dus we gaan wat dingen doen met nieuwbouw. 60 mm regenwater moet het kunnen bergen. En later dit jaar een tegelsurface, omdat tuinen zonder stenen meer regenwater kunnen opvangen. Ja, dat zou ik weer niet doen, weet je. Ik heb liever tegels in mijn tuin, want dan hoef ik die tuin niet te onderhouden. Dat lijkt me gewoon heel veel werk. Maar op 22 oktober, dus dat is nog een tijdje weg, dan komt er een klimaataanpassingstop. En dan gaat het over hitte, droogte en overstromingen. Lekker depressing dit. Oké, moet je vandaag kijken. Dit is vandaag het Parool. Dit is hem vandaag. Dit is nu www.parool.nl, voorpagina waar ik op zit. En dan valt dit onder het kopje Nederland. Carnavalsoptochten, afgelast vanwege harde wind. Houd je hoed goed vast, want het waait als de hel. En de ramen knallen eruit en je kunt niet op je balkon staan, want dan donder je van het balkon af. Dan de winter van 2019 en 2020, dus deze winter is nu al de op één na warmste. En je zal zien dat het de warmste is, want je kan naar buiten in een dun jackie zonder sjaal. En dan is het dit. Nederlands bedrijfsleven financierde jarenlang klimaatskepticus. De Nederlands klimaatskepticus Frits Butcher, medeoprichter van de Club van Rome, ontving tussen 1989 en 1998 meer dan 1 miljoen gulden van Shell en andere multinationals. Het doel? Twijfel zaaien over klimaatverandering en de rol van de mensen erin. Wie betaalde hem allemaal?
Shell, Texaco, KLM, Hoogovens, ANWB en AkzoNobel. Onder meer. Dus er zitten er nog meer tussen. Met het geld zet de Butcher een internationaal netwerk van klimaatsceptici op. Ook produceert hij meerdere rapporten, boeken en opinieartikelen. Daarin schrijft hij bijvoorbeeld dat het broeikaseffect niet bestaat en dat CO2 niet gevaarlijk, maar juist goed voor planten is. Met zijn werk hoopt de Butcher tegenstanders van klimaatbeleid van munitie te voorzien. Zijn rol in de Club van Rome kwam hem daar weer goed uit. De Club van Rome en vooral mijn optreden daarin is een mythe, notuleert hij in december 1996. Die moet je in stand houden. Het draagt er mede aan bij dat er in de jaren 90 weinig politiek draagvlak is voor dwingende maatregelen ten behoeve van CO2-reductie. En de verduurzaming in Nederland stagneert. Ik denk dat dat een beetje overdreven is. Kijk, het is hartstikke leuk om, kijk hier, extreem weer. We krijgen steeds zwakker extreem weer. Ik denk dat een slappe hap is om meneertje Frits Butcher er de schuld van te geven. Want hij is overleden in 2008. Maar deze club mensen, Shell, Texaco, KLM en Hoogovens, die kunnen we natuurlijk wel de schuld geven. Die verbruiken en vervuilen een klein beetje meer dan de gemiddelde autorijder, mevrouw de burgemeester. En die miljoen gulden die stelt geen drol voor. Multinationals wereldwijd geven heel veel meer geld dan dat uit. Om vooral te schreeuwen dat klimaatverandering niet bestaat en dat het hartstikke prima is. En dat de mens daar geen invloed op heeft. En dat het klimaat wel vaker veranderd is, et cetera. En het toeval wil dat dat soort bedrijven, zoals ik hier net had, KLM, Hoogovens, ANWB, AkzoNobel. Ja, het parool is commerciële media, weet je. Die draaien op advertenties. Ze draaien niet op abonnementen. En je zult zien dat ook het parool in de vorm van advertentiegelden gewoon goed verdiend heeft aan die bedrijven. En je zult zien dat ook in het parool in die periode geregeld opiniestukken verschenen waarin stond klimaatverandering is allemaal niet zo erg. Dus ik vind het een beetje flauw dat we hem nu de schuld gaan geven. Het ligt aan het bedrijfsleven en het ligt aan onszelf. Wij zijn met deze planeet omgesprongen, mevrouw de burgemeester, als een sprinkhaanplaag. We vernielen en slopen alles. En daar zullen we net zo lang mee doorgaan. Tot die hele planeet kapot is. En er helemaal niets meer over is. En deze stormen en 42 graden, dat is nog maar het begin. Het wordt allemaal vele, vele, vele malen erger. En ik denk dat het veel eerder erger wordt dan 2050. Het is, ik word er depressief van. Maar goed, dat is een prima manier om de zondag te beginnen. Ik moet ervoor zorgen dat ik overleden ben voor 2050. Want dan is dit land nergens meer leuk, echt, denk ik. Maar deze stad moet ik uit zijn. Ja, zo rap mogelijk, want het is hier veel te warm van de zomer. En het is hier veel te druk en het is hier veel te duur. En de scholen zijn waardeloos. Oh god, wat een depressief nieuws. Hier word je er niet vrolijk van. Afschuwelijk. Je moet kijken, dit was ooit gras. We zien, het is helemaal bruin. Dat is de sloten plas. Die parken, die vermijd ik. Nou ja, goed, het is nu februari, mevrouw de burgemeester. De winter is straks voorbij. En dan begint het aftellen. 3 maanden en dan is mijn huis onleefbaar. En mijn huis wordt zo onleefbaar dat ik een soort spoeduithuisplaatsing moet doen met mijn dochter. Die moeten we naar koelere oorden brengen. Omdat ze anders dood en doodziek wordt. En het is gewoon gevaarlijk voor de gezondheid om in een huis rond te hangen waar het voortdurend 30 graden is. Ik kan me vorig jaar zomer herinneren. Toen werd ik op een gegeven moment 's morgens wakker. 'S morgens, na de hele nacht, alle ramen open. En toen de dag begon gewoon met de thermostaat op 27 graden. Toen ik zoiets van, wauw, dit wordt een kutdag. En dat werd het ook. Het werd die dag 32 graden. En in dat stadium wist ik niet meer waar ik was.
Lieve mensen, weet je, onze planeet gaat naar de knoppen. En ik denk, dat deel ik even met jullie, zo op de zondagochtend, terwijl het buiten heerlijk aan het stormen is. En ik hoop dat jullie een betere zondag allemaal hebben dan ik. Nou, dat was hem weer. Tot de volgende keer.